wij gaan doen is... We hebben gezien vorig jaar dat mensen die het land overeind houden... die hebben de meeste risico's gelopen. Die liepen de meeste risico's op besmettingen. Sterker nog, op eerder doodgaan. Dat zijn de mensen die officieel cruciaal werden genoemd. Hoe groot is die groep? Die is 3,5 miljoen mensen groot, die groep. Dus dat gaat niet om een klein groepje. Nee. Dat gaat echt om een hele grote groep. Schoonmakers, de afvalophalers, kinderopvangjuffen, postbezorgers, en gaan ze maar door. En het opvallende is, ze werden officieel, dus verzin ik niet... dat is de officiële lijst van de Rijksoverheid, cruciale beroepen genoemd. En wat je ziet is dat... Dus dat is echt ook een officiële definitie, er vallen er 3,5 miljoen onder. Dat is een enorme club, precies. Enorme groep. De helft daarvan heeft dus een salaris dat onder de 14 euro zit. Dat is in ons land een salaris waarvan je je gezin niet kunt onderhouden. Dus officieel onmisbaar, maar in de praktijk vaak onzichtbaar... en nog veel vaker ondergewaardeerd. Ja, en daar zou in dit ontzettend rijke land wel wat aan moeten gebeuren. Ja, en eigenlijk was het zo dat in de coronacrisis werd er geapplaudisseerd... was er waardering, zag iedereen ze ineens dat je dacht... oh ja, mensen zijn heel belangrijk, hebben we nodig, kunnen we niet zonder. Wat is er daarna gebeurd? Is het een beetje weer naar de achtergrond verdwenen? Ja, daar werd geklapt, maar niet gelapt, zou je heel plat kunnen zeggen. En dus, kun je daar... We moeten het dus niet van Den Haag hebben. Ik vind het allemaal prachtig. De kruimels die vandaag kennelijk zijn verdeeld. Maar er is een enorme inhaalslag. Ik bedoel, als ik het vergelijk met... Mijn opa's waren mijnwerkers in de jaren 60. Die konden naar goed katholiek gebruik aan mijn moeders kant 10 kinderen. Mijn moeder en 5 ooms en 4 tantes. Mijn opa en oma konden van dat salaris, aan mijnwerkerssalaris, dat is 1 salaris, konden ze hun gezin onderhouden. Probeer nu nog maar eens een gezin te onderhouden van een schoonmakerssalaris, een postbezorgerssalaris of het salaris van een vuilnisman. Dat is onmogelijk. En hoe kan dat nu? Nou ja, ik denk dat komt omdat we in dit land hebben gedaan alsof. Als je maar hard genoeg werkt, als je maar studeert, kun je worden wat je wil. Mm. Een soort meritocratische utopie. En die is totaal onjuist gebleken. Maar als we het dan even de proef op de som gaan nemen, Khadija, is het inderdaad zo dat je van een schoonmakersalaris, jij werkt fulltime in de schoonmaak, niet een gezin kunt onderhouden? Nee, absoluut niet. Want het werk is heel zwaar en 40 uur per week werken. En ik kan je gezin niet meteen inkomen en onderhouden. Absoluut niet. En vaak sta je echt voor keuzes. Wat kan ik doen? Zoals een kinderen op sportscholen inschrijven. Dan moet je een keuze maken tussen je kinderen. Nou, dat is echt heel erg. Ja. En vooral als je werkt, je doet je best. Je bent trots op je werk. Ik ben helemaal niet zillig of zo, maar dit kan gewoon zo niet langer. Nee, want als we het echt even, het is een beetje altijd een vervelende vraag, maar als we het over de feiten hebben, van hoeveel geld moet je dan rondkomen als je fulltime schoonmaker bent? 1600. Ja, en je hebt hoeveel kinderen? 2 nu nog woonde, in huis wonende. Ja. Ja, en dat wordt dan dus lastig? Ja, dat wordt lastig. Dat wordt heel lastig. Ja.